Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. Nou, voordat we gaan beginnen wil ik jullie even wat laten zien. En dat is, ik heb een nieuwe vrachtwagen gekocht. Ja, ik heb een nieuwe vrachtwagen gehad. Die gaan jullie zo trouwens zien. Ik hoef hem trouwens niet te laten zien, want die zien jullie dadelijk al tijdje draaien. Want ik ben er gelijk mee aan het rijden. Dit is hem trouwens. Oh, je ziet hem al wel. Kijk, zo ziet hij eruit. Dadelijk zie je hem beter natuurlijk. Een nieuwe Scania gekocht, jongens. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. We gaan even naar de wereldkaart. Dan gaan we even kijken waar we zijn. We zijn ergens in Milaan zijn we. En ik wou eigenlijk even naar Venetië. Om te kijken hoe het daar is. Dat vind ik wel heel erg mooi. En kunnen we even kijken bijvoorbeeld naar Wenen of zoiets. Dat zou wel een leuke ding zijn. Dan kunnen we via Venetië kunnen we naar Wenen rijden. Dus ik ga even naar externe contacten. En dan zou ik eigenlijk moeten kijken of dat je ergens Wenen ziet staan of zo. Zien we Wenen staan? Nee, hè? Helemaal geen Wenen. Hè? Dat is wel jammer. Ik wil gewoon even een ritje naar Wenen hebben. Of zo. Ja, wel Venetië. Maar geen Wenen. Godverdorie, dat is balen zeg. Nou, dan gaan we toch maar naar dat toe. Gaan we die doen. Opdracht starten. Gebruikte verpakkingen. Ja. Gaan we dat kleine rot ritje maar even rijden dan. Ik wil eigenlijk eventjes. Dan heb ik gelijk en Wenen gehad en Venetië gehad. Maar goed, in ieder geval we gaan rijden. Dit is in ieder geval mijn auto. Dit is hem, de Scania. Ik vind hem wel echt ontzettend gaaf. Echt een hele mooie skin zit erop. Dus we gaan eventjes even draaien hier ook. Want ik moet mijn lading moet ik ergens anders halen. Dus we gaan even draaien. Zo. Dan kan ik aan die kant kan ik weer uitrijden. Hoi hoi. Waarom doet hij het dan? Oh, het moet hier. Verkeerde knop. Nou, hup, slagboom omhoog. Ik zat even met mijn licht te rotzooien. Komt er wat dan? Er komt niks aan. Dus daar ga ik snel ervoor zorgen dat ik hier pleiten ben. Nou hoop ik dat er in Venetië een leuk plekje is. Naar Wenen of zo. Dat hoop ik eigenlijk. We moeten eigenlijk hier ook, wat we de hoek om. Zo. Zo, gaan we eens eventjes wachten tot het licht op groen springt. Oh, daar gaan we al. Daar gaan we hoog, partij. Ja, in Venetië ben ik nog niet geweest, dus daar zou ik nog wel even naartoe willen. Laten we eens even kijken hoor, moeten we die kant op, hè? Ja, we moeten die kant op. Lading. Hoe kan dat dan? Hij zegt dat ik die kant op moet, maar nou ja, zal wel goed wezen. We rijden gewoon die kant op. Dan maar met of zonder lading, maakt mij het uit. Torino. Normaal moet ik altijd eerst de lading ophalen. Ik snap er even helemaal niks van, maar het zal wel goed wezen. Of moet dat in Torino doen? Dat kunnen ook.
weer veel te hard door die bochten, jongens. Ik ga weer veel te hard door de bochten. Ik zit weer veel te snel in die bochten te rotzooien, jongens. Dat breekt mij meestal op, breekt mij dat op altijd. Even wat rustiger aan doen. Ja, op je gemakkie. Niks aan de hand, het is hartstikke mooi weer. Nou, gassen met die auto, want je staat gigantisch in de weg. Ja, mooie toeter, hè? Mooie klok van jongens. Ik ben alleen mijn vaantjes vergeten erop te zetten. Dat moet ik eigenlijk nog even een keer doen, even de vaantjes erop zetten. Ik heb nog 25 kilometer. Ja, laat ik ook maar eens even eruit de klok. Zo, daar kom ik niet meer aan woorden. Even mijn richtingaanwijzer aan zetten. Come on, yep. Ja, ho maar. Ho maar. Ik ga die vent gewoon inhalen. Ik heb mij het voor een rond. Ja, nou had hij de andere kant op gegaan. Jeetje. Bosjes en een paal, dat dacht ik al. 30 euro schade, 30% schade al. Godverdorie. Nou, dan moet ik toch weer een keertje mijn car weer laten repareren, want ik heb alweer 30% schade. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al, hè. Dat dacht ik al. Je hebt hier ook nergens een garage of zo, hè. In de buurt. Waar ik eventjes mijn auto kan fixen. Dichtbij. Maar goed, het ging. Het ging zoals het ging. Hop, vrachtje erachter. En gaan met die banaan dadelijk. Even die dingen van achteren zetten. Zo. Kunnen we hem er even netjes achter zetten. Ja. Dankjewel. 332 kilometer. Ik dacht dat dat maar een klein stukje was, joh. Opleggen schade 1%. Wat? Ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks, man.
helemaal niks. Wat is dit nou weer voor bullshit? En weer eentje schade, dat is 31% schade alweer. Jongen. Ja, ik ga veel te hard door die bocht heen, jongens. Ik moet echt ervoor zorgen dat ik voortaan een werkplaats. Ik moet echt een werkplaats hebben. Even kijken waar er een werkplaats is. Even de wereldkaart bekijken. Bam. Waar gaan we al ergens naartoe? Wij zitten nu hier. En dan kunnen we even kijken of dat we hier ergens wat hebben. Maar dat denk ik niet. We kunnen ook ervoor zorgen dat we gewoon even hier naartoe gaan. Kijk, hier heb je een dingetje. 362 kilometer. Reistijd 5 uur. Hoezo? Hoezo 5 uur? 5,5 uur. Je bent een padverdorie. Je bent vlak in de buurt. Ik denk dat je ook gelijk dat andere meerekent. Dus dat maakt niet echt heel veel uit. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Als hij nog doet, tenminste. Wat gaan we nou doen? Gaan we nou ineens halverwege stoppen? Ook wel zeggen. 362 kilometer nog. We rijden hem even met de omweg, want ik wil eventjes mijn auto laten fixen. Of mijn vrachtwagen laten fixen. En dat kan toch echt niet anderhalf uur wezen? Of het zijn die 2,5 uur, weet ik veel. Dat kan echt niet. Je bent echt heel dicht in de buurt bij die garage. Ik ga toch niet zeggen dat dat zo heel eind rijden is. Echt even mijn wagen laten fixen. Dat is wel heel erg belangrijk. Het is nu 16:01 en ik ben iets van 9:55. Ben ik er. Help. En gas erop. Genua, Corsico. Kijk, hier ben ik ook voor bij de IKEA. Nou ja, het heet anders, maar het is eigenlijk toch IKEA is dat eigenlijk. Wel grappig. Snel het gas erop gooien, jongens. Dus de eerder ben ik bij de garage, kan ik mijn auto laten fixen. Ik ga weer echt te onzeker rijden.
niet zeggen dat het echt nog een heel eind rijden is. Op de kaart was het echt dichtbij. Dat vind ik echt heel raar dit hoor jongens. Daar snap ik echt helemaal geen kleid van. Weer maar uit het effect. Milano, juist. Daar moest ik wezen, Milano. Milano moest ik wezen. Ik ben in Milaan. Mooi dat je tegenwoordig die tomtom ook helemaal zo af kan stellen dat het helemaal klopt. Nou, wat moet ik nou weten dan? Ik moet een klein stukje rechtdoor zetten. Waar moet ik dan ergens wezen dan? Oh, hier heb je de Scania. Ja. De Scania, weer een Scania ontdekt jongens, weer een Scania. Ja, mijn motor is defect. Bezoek zo snel mogelijk. Ik ben er al. Enter. Mooi. Even kijken wat ik kopen. Nee joh, die moet ik niet kopen, gek. Ik moet hem niet kopen. Even koekeloeren. Wat hebben ze hier allemaal van Scaniaatjes? Dezelfde volgens mij als... Ja, hetzelfde als wat ze al hadden. Hetzelfde als ze al hadden. Configureren. Nee, dat is niet mijn auto, jongen. Hoppakee. Dat is niet mijn auto. Ga nou gewoon terug naar mijn auto. Dat is mijn auto niet. Even de truc verlaten. Zo. En doe weer enter. En dan doe ik even kijken. Waarom doet hij dat niet? Dit, nee, dit is de garage. Ik moet die andere hebben. Ik moet niet de dealer hebben. Ik moet die reparateur moet ik hebben. Waar is die reparateur dan? Wereldkaart. Maar waar zit die reparateur dan? Ik snap er helemaal niks van, jongens. Even kijken. Oh, daar. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon even dit er. Doe gewoon even dit zo. Hoppakee. Dan draaien. En stoppen. Juist. Service moet ik hebben jongens. Service, juist. Even alles repareren. Kijk, nu is alles gerepareerd. Top. Die.
Kijk. Kijk eens even. Hoppa. Wat is dit dan? Zonneklep erop. Ah. Vet. Wow, die is nog cooler eigenlijk. Die vind ik wel. Oh, hier kan je die gordijntjes doen. Kijk, op gordijntjes erop. Dit vind ik wel mooi. Of zal ik die nemen? Zal ik die nemen? Of zal ik die nemen? Ja, dan wordt het zo'n polswagen, hè? Die vind ik ook wel heel mooi. Ik vind deze eigenlijk het mooiste eigenlijk, jongens. Nee, ik vind deze het mooiste eigenlijk. Laten we die maar gewoon nemen. Ja. Bevestiging. Nee! Ik ben nog niet klaar. Gaat hij weer halverwege, gaat hij er weer uit. Hij ging er halverwege weer uit, jongens. Hij ging er halverwege weer uit. Doen we een appelluchtverfrisser erbij. Gezellig. Gordijnen heb ik al. De zonneklep heb ik al. Wat is dit? Dat is een appelluchtverfrisser. Frontspiegel. Super lang. Dat is goed. Vooruit accessoires. Zo gaan we eventjes allemaal van die gekke dingetjes allemaal ophangen. Dat vind ik ook wel ontzettend leuk. Hoppakee, Goodyear. En DAF? Nee hoor, ik heb geen DAF. Ik heb een Scania heb ik, hè? Een Scania. Ga ik geen Goodyear nemen? Scania. Juist. Scania moet ik hebben. Juist, Scania. En dan doen we die erop. En dan zetten we lekker gezellig die erop. En dan zetten we gezellig. Oh, dat is de verkeerde. Yep. Die heb ik ook al gedaan. Die. En dan doen we die. Even kijken. World 3. American Trend. We gaan hem lekker vol, jongens. Ik vind het altijd leuk. Gezellig eventjes. Altijd gezellig. Altijd leuk en gezellig. Oh, meer heb ik er niet. Nou ja, die is ook eigenlijk wel genoeg ook. Anders wordt het wel heel erg veel, hè. Oh! Juist. Wat is dit dan? Dashboard 3. Oh ja, dit is ook wel leuk. Zonder brilletje erop. En dan doen we nog een. Wat doen we nog meer, jongen? Een koffiemok zetten we hier gewoon neer. Gezellig moet gewoon kunnen. Kompasje erbij of een portemonnee is ook goed. En dan zetten we hier. Zetten we. Even kijken, wat kunnen we hier doen? Hier zetten we gewoon een laptopje neer. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Weekendtas. Ja, hier zit toch een lekkere weekendtas neer. Of kunnen we hier de weekendtas neerzetten? Een beige dekentje erbij. Of een vierkant dekentje. Of een vrachtwagen slaapzak. Of een slaapzakje. Of een tablet. Of weet ik veel allemaal wat je kan doen. We doen gewoon die. Die doen we gewoon. Dan wil ik... Want het is wel een beetje, ja, ik krijg een beetje pijn in mijn hoofd als ik geen kussentje heb. Dus doen we gewoon lekker een Euro Truck Simulator. Zetten we erbij, zo. En dan doen we hier, doen we een elektrische koelbox. Nee, weekendtas niet, elektrische koelbox erbij. Toppie en Joppie, jongens. Toppie en Joppie vind ik het allemaal. Wat is dit, hè? Wat kan ik daar, console? Console, mobiele telefoon. Ja, mobiele telefoon erbij. Hoort erbij. Dus, nou, dan hebben we alles een beetje netjes gemaakt, hè. Hangaccessoires. Zonneklep hebben we. Ik vind het eigenlijk allemaal best. Hoppakee. Nou, we kunnen weer verder. Hoppakee. Netjes toch? Nou. Kijk. Nou is mijn wagen alweer een beetje beter geworden. Kijk eens hoe mooi. Oh. Prachtig. Ziet er fantastisch uit, jongens.
Even wachten, jongens, want ik moet even die bocht nemen hier. Oh. Ga ik echt even op mijn gemakkie. Ga ik dat even doen. Ja, je wacht maar even, jongen. Ik heb een hele moeilijke bocht die ik hier moet nemen. Heb je heel even geduld? Zo, nou dan kunnen we weer rijden. Nou, hey, kijk nou. Een veger. Veeg jij de boel maar eventjes netjes aan. Vullen.
to go. Ja, je doet ook ontzettend raar, jij vent. Benzinestation tegen. Ik weet gelijk even vol gooien. Laat ik dat maar even doen. Ik ga gelijk even vol gooien. Nou, waar kan ik dan ergens denken dan? Oh. Chips, ik heb verkeerd gereden, ik had tamel te wezen. Oh, nee. Ja, daar mag ik niet heen rijden. Nou, daar gaat het helaas niet open. Helaas jongens, de volgende maar weer. Potverdorie. Dat is niet zo handig van me. Ik heb de verkeerde afslag genomen. Ik had die andere afslag moeten nemen. Ja, ik kan daar niet keren, dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon te veel risico en dat ga ik niet doen. Normaal nam ik dat risico altijd, maar dat ga ik nu echt niet proberen. Daar heb ik echt geen zin in om dat te proberen. We gaan gewoon rechtdoor, hè? Ja, we gaan gewoon rechtdoor. Nog 125 kilometer, jongens. Nergens een benzinepomp tegenkomt. 111 kilometer op de teller. Dat is wel een beetje raar, hè? Maar moet je hier af te halen? Ik ga hier af. Moet ik niet. Nee, ik moet weer door. Ik ga gewoon rechtdoor. Die. 99. Ah,
bijna, jongens. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We gaan even die bussen inhalen. Dat kan makkelijk hier op dit stuk. Drie baans weg, dus. Dat kan makkelijk, kunnen we dat doen. Makkelijk. Weer een benzineseizoen. Weer een pomp, jongens. Pomp. En nu slim zijn, nu gewoon daar gaan staan en niet weer rechtdoor rijden. Juist. Hey. Kijk eens, jongens, huppakee, en getankt. Daar gaat weer wat geld af. Ja, ik moet toch benzine hebben, hè, jongens. Of diesel moet ik hebben. Diesel moet ik hebben, natuurlijk. Natuurlijk wel, als ik moet daar stil te staan. Ik moet nog 1 uur en 1 minuut rijden. Dan ben ik op de plek van bestemming. Maar ik heb het wel mooi gered. Ik heb het wel netjes gered. Zo. Oh, ik zie de borden al staan. Ja, Venetië. Daar moet je heen, Venetië. Mooi hoor. Ik ben er zelf 1 keer geweest in Venetië. Dat was echt mooi. Daarom wou ik ook graag nog een keertje hier naartoe. Kijk eens, netjes. Nou, hier weer niet. Nee, hier kan ik weer niet heen. Ik moet daar heen. Ja, je wacht maar even, witte auto. Ja, wacht maar lekker op mij. Hop. 45 euro, tol. Wij gaan naar de hoek om, naar Venetië. Venetië, jongens, Venetië. Leuk hoor.
nooit eerder geweest ben, dus dat is wel heel erg leuk. Dat ik hier ook weer eigenlijk even de stad even verkennen. Als we de vracht hebben weggebracht, gaan we gewoon heel Venetië even doorrijden. Komt een autootje al. Ja, we mogen rijden jongens. We mogen rijden. Venetië ontdekt. Leuk. Venetië hebben we ook weer ontdekt jongens. En dan zitten we in Venetië. Maar moet hij naar dezelfde plek als waar ik moet. Dus. Nee, hij gaat rechtdoor. Wij gaan doen. Kom. Oh, hier moeten we even. Papa, we zijn daar. We zijn daar. We zijn daar. We moeten gered. We hebben het gered jongens. Doorgaan. Wat wou ik nou even nog doen? Meer niet. Nee, ik wou nog even niks doen. We gaan even Venetië verkennen jongens. Dat vind ik nog wel even leuk om dat te doen. Dat we weer wat anders gaan doen. We gaan even draaien. Gaan we even op ons gemakje gaan we even Venetië verkennen. Je kan hier weer je vrachtwagen of je trailer laten repareren. Oei. Ja, en weer een schadepolsie. Dat is klote. Passen, kom op, schiet op. Ah, weer een nieuwe werving en dienstbureau gevonden. Wervingsbureau gevonden voor personeel. Dan gaan we even nog eventjes. Even hier ook rijden.
Oh, ik ga gewoon door het rood heen. Zie je, ik zit weer niet op te letten. Ik zit weer niet op te letten, jongens. Zo, we gaan even alles geel maken wat er geel te maken valt. Dan gaan we hier gewoon even draaien. Mag eigenlijk wel niet draaien, maar goed. Maakt mij niet uit. Huppakee. We kunnen nu even lekker alles geel maken hier, hoor. Oei, 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 wat een lul, zeg. Wat een koekenbakker ben ik ook, hè. Wat een koekenbakker. Kijk, bijna heel Venetië hier gaan we helemaal geel maken. Kijk. Nee, jongens. Oh. Wat gaan we doen? Rotondetje gaan we ook even geel maken. Dat hoef je niet te doen. Dat wordt al automatisch gedaan. Zo. Ook lekker gevaarlijk. Zeggen dat ik gevaarlijk rij, want een ander die rijdt ook als ik gevaarlijk. Sorry het. Sorry wat er gebeurde. Sorry het. Kan toch niet. Kan toch niet, jongens. Oeh, ik ga verkeerd trouwens, jongens. Ik rijd helemaal op de verkeerde baan. We gaan gewoon even hierheen. We gaan gewoon alles lekker even geel maken wat geel te maken valt. Kijk, zie je? Dit is ook allemaal geel nou. Dat is bijna alles geel. Kijk, stiekem maar achteruit draaien. Komt niks aan. Ja, nu. Zie je, als je zegt dat er niks aan komt, dan komt er wel wat aan, hè. Ah, maar die man die wacht netjes op me. Die denkt, die man die is moe. Heeft de hele dag hard gewerkt. Dan zet ik hem hier even in een parkeervakje neer. Maakt niet uit waar, hoor, hè. Ik dacht dat dit de slaapplek was. Waarom kijk ik hier naar een slaapplek? Oh, wacht even. Ja, ik snap hem al. Ik snap hem al helemaal. Ja, moet ik hem wel even netjes neerzetten natuurlijk. Hè. Ik kan niet zo halverwege zomaar even neerzetten. Zo, dat kan natuurlijk niet. Hè. Zo. Dan zetten we hem zo op E om hem uit te zetten. Ik vind hem netjes staan zo. En we gaan even lekker even slaapje doen, jongens. Zo, lekker uitgerust. Heerlijk. En lekker tukkie gedaan. En hey, dit is een beetje bijna dezelfde wagen als wat ik heb. Oh nee, deze is wat anders, toch? Of niet?
Hij lijkt er wel verdomd veel op, maar omdat het nou dezelfde auto is, ik weet het niet. Nou, dat is voor mij. Nee, dat is een Globetrotter trouwens. Die heb ik trouwens wel in mijn garage. De Globetrotter, die heb ik ook. Het is die mooie, jongens. Ik vind hem erg mooi. Wauw. Nou, we gaan even de parkeerplaats af en dan gaan we. Kijken wat de volgende ronde is. Venetië is nou in ieder geval zo wit als wit. Of wit geel bedoel ik. Zo geel als geel. Dus Venetië hebben we wel aardig doorzocht zo. Kijk, mooi hè. Ik weet het niet helemaal, maar in ieder geval. Maar in ieder geval, jullie gaan het in ieder geval niet meer zien. Ik ga het in ieder geval hem afsluiten. Ik ga het. Ja, de volgende ronde, dat gaan jullie zien in een volgende aflevering. Want er zijn nog meer afleveringen die ik ga maken voor Euro Truck Simulator. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's, vlogs. En natuurlijk Euro Truck Simulator 2. Jongens, bedankt en tot de volgende. Bye bye. Hoi.